Kun je eens proberen uit te leggen waarom Peter Bos en PSV echt de juiste match voor nu is? Nou, misschien wel omdat alle twee honger hebben om weer te gaan presteren. PSV heeft natuurlijk even geduurd dat ze kampioen zijn geworden. Wel geweldig dat ze dit jaar twee prijzen hebben gewonnen, moet je ook niet vergeten. Dat is wel gebeurd. Maar uiteindelijk, het ultieme doel is natuurlijk kampioen worden. En ja, dat is voor mij ook heel lang geleden. En dat is voor PSV gelukkig niet zo lang geleden, maar ook al even geleden. Dus wellicht dat dat misschien samenkomt. Goed? Ja, nou ja, goed. Ik heb je druk bij jullie ingelegd. Ik zou het eerst weer terugluisteren. Ja, dat is een goede positie. Ja, nee, maar goed. We zullen zien. Ja, dat gaat lukken. Ik was verrast. Ik denk zoals velen. Ik weet natuurlijk niet alle ins en outs binnen de club. Maar ik was wel verrast dat drie of vier dagen voor de laatste wedstrijd de trainer opeens opstapt. Uiteraard zijn we in een situatie terechtgekomen waar we niet in wilden zijn. En vervolgens moet je dan proberen meteen door te schakelen in je hoofd en in je gedachten over de komende seizoenen. En ik moet zeggen dat het vrij makkelijk was om in ieder geval een keus te maken in de manier waarop we verder wilden gaan met PSV. En nou ja, als je dan uiteindelijk Peter Bos als de gedroomde kandidaat binnen kan halen, dan is het wel heel fijn. Gedroomde kandidaat hoor ik. Waarom is dat? Ja, hij heeft natuurlijk al in het verleden heeft hij heel wat laten zien. Niet alleen bij grote clubs. Hij heeft natuurlijk heel veel ervaring bij de clubs waar hij heeft gewerkt. Maar tegelijkertijd, hij staat bekend om een bepaalde speelwijze die echt aanvallend is, die attractief is, die gestoeld is op het één vermaken. Misschien moet ik eerst zeggen winnen, want dat is meteen vanaf moment 1 geweest toen we met elkaar in gesprek waren, dat iets is wat hij aan het najagen is, wat wij ook aan het najagen zijn, en dat is gewoon kampioen worden. En daarbij een bepaald voetbal spelen, ja, dat zijn toch dingen die spraken in het feit van wat we nu door willen ontwikkelen, onze speelwijze door willen ontwikkelen, dat Peter Bos daar echt een droomkandidaat voor is. Als hoofdcoach is Peter Bos gepokt en gemazeld. Zijn cv ligt er niet om. Na zijn actieve loopbaan werkte Bos in Nederland als hoofdcoach bij de amateurs van AGOVV, bij de Graafschap, bij Heracles Almelo, Vitesse en Ajax. In het buitenland was hij actief bij Maccabi Tel Aviv, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon. Na 8 maanden in de luwte gaat hij nu dus aan de slag in Eindhoven. Het begon allemaal met een telefoontje van algemeen directeur Marcel Brands. Op een gegeven moment belde Marcel mij als eerste op. We kennen elkaar, we hebben 3 jaar met elkaar gevoetbald. En die vroeg of ik daar interesse in had. En zelfs toen Ruud opzegde, was het niet dat ik meteen dacht van dat zou wel eens voor mij kunnen zijn. Maar toen Marcel belde, was ik natuurlijk wel blij. Uiteraard begint het met het negatieve nieuws over Ruud. En dan moet je gaan schakelen, hoe moeilijk het dan ook op zo'n moment is. Hè? Want het is ook best wel lastig en dat duurt er toch wel even een paar dagen voordat je alles op een rijtje hebt van één, wat er gebeurd is en alle media die eromheen speelt. Maar dan moet je ook heel snel, dat is ook de taak van ons als directie, om zo snel mogelijk weer door te schakelen. Want ja, in sommige gevallen, life goes on en dan moeten we weer door. Hoe gaat het dan daarna? Je gaat met elkaar praten, je komt dan naar het Philipsstadion. Hoe zagen die gesprekken eruit? Nou, Marcel, het eerste keer dat hij belde was meer eigenlijk om te polsen of ik überhaupt interesse had in PSV. En daar hoefde ik niet lang over na te denken, dat had ik. En dan volgen de gesprekken. De eerste keer met Marcel en met Ernest. Tweede keer was de rest van de directie erbij. En daar hebben we over, met name over voetbal gesproken. Ja, wat wordt er dan zoal gezegd? Nou, een heleboel. Want we hebben lang met elkaar gesproken. Maar dat gaat natuurlijk over de manier van voetballen. Het gaat over de spelers die er zijn. Het gaat over hoe zij de selectie zien. En waarvan men denkt van daar moet wat gebeuren. Ze willen natuurlijk ook weten hoe ik tegen dit elftal aankijk. En het voordeel was dat ik ondertussen, 7, 8 maanden bijna geen werk had. En als je in het buitenland, ik heb 6 jaar in het buitenland gezeten, dan volg je het maar op afstand. En nu heb ik gewoon de tijd gehad, omdat ik alweer vrij snel terug was in Nederland, om ook de verschillende clubs ook echt aan het werk te zien. Dus dan weet je er wat meer van.
We hebben natuurlijk heel veel zaken die ik in de afgelopen 3 maanden heb gezien en hebben we meegenomen in wat we heel graag naar de toekomst toe willen. En een van die zaken was het doorontwikkelen van onze speelwijze. Dat was echt bijzonder belangrijk. Naast een andere aantal elementen, dan heb je een, dat betaamt ook, dat moet je ook zorgen dat je een aantal kandidaten hebt die op een lijst staan waarbij je dus echt verder wil daarin. En nou ja, goed, ik kan zeggen dat Peter Bos echt op nummer 1 stond bij ons. En dus de enige optie voor ons was om aan de slag te gaan. Ik vind dat ook, je moet altijd voor het hoogst haalbare gaan. Dat was bij ons. En vervolgens zijn we al vrij snel met Peter in gesprek geraakt. En dus over de toekomst gesproken, over PSV gesproken, over zijn rol, maar ook wat wij heel graag zouden willen zien. En ja, vanuit de gesprekken bleek daar wel een goede match te zitten, los van het persoonlijke wat je dan met elkaar beleeft op zo'n moment en hoe je een gesprek aangaat met elkaar. En was dat heel positief. Dus ja, was vrij makkelijk. Wat is dan jouw visie en hoe ligt dat dan in lijn met de afwegingen die je hebt gemaakt om uiteindelijk hoofdtrainer van PSV te worden? Nou, het begint met hoe je tegen PSV in het algemeen aankijkt. En dat is voor mij een van de topclubs in Nederland. Dus daar was ik al heel blij om dat die belangstelling toonde. Maar vervolgens gaat het natuurlijk wel om dat je denkt dat je met jouw manier van voetballen, met deze selectie of met eventueel wat aanvulling, dat je succesvol kan zijn. Want dat is waar het om gaat. Je wil uiteindelijk winnen. En dan moet die combinatie van selectie, manier van spelen, trainerstaf, dat moet allemaal kloppen. Ja, wat waren dan de overwegingen dat je uiteindelijk voor PSV koos? Want volgens mij is jouw naam bij meerdere clubs genoemd. Ja, maar dat heeft met een paar dingen te maken. Wat voor mij heel belangrijk was, dat de warmte die ik vanaf het eerste moment voelde. Dat ze aangaven dat ze echt voor mij wilden gaan. Dat je weet dat ze er goed over nagedacht hebben. En dat jij degene bent waarvan zij denken dat jij de beste trainer bent om PSV de komende jaren te leiden. Dus dat vertrouwen vond ik heel belangrijk. De selectie die er is, de mogelijkheden die we besproken hebben om die selectie uit te breiden. De jeugd die eraan zit te komen, het talent wat daar is. Om daar ja, iets moois van te maken. En wat waren voor jou dan de eisen? Dat uiteindelijk je hier kan winnen. En dan uiteindelijk prijzen kan winnen. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Dat je vervolgens ook jouw manier van voetballen, die je aanhangt. Ik snap heel goed dat ik me uiteindelijk zal moeten aanpassen aan de club en aan dus met name de spelersgroep die ik heb. Maar ik heb wel een bepaalde manier van spelen voor ogen. En nou ja, goed, dat moet kloppen, dat moet goed voelen. En van de blijdschap dat PSV je überhaupt benadert, de grootte van de club, maar dan ook nog eens de mogelijkheden zien dat je met deze groep en wat we erbij gaan waar we er goed mee gaan aanvullen, dat je daar denkt succesvol mee te kunnen zijn, deed mij besluiten om ja te zeggen. Iedere trainer heeft een visie, zo ook Peter. Wat hebben jullie moeten doen om hem dan over de streep te trekken? Nou, uiteraard, je leest en hoort heel veel. En ik moet zeggen, een hoop daarvan klopt niet. Want uiteindelijk de gesprekken die we met elkaar hebben gehad waren heel harmonieus. Maar uiteraard ben je aan het praten, één over over PSV, over de speelwijze, hoe we graag willen spelen, hoe we het publiek willen maken, hoe we wedstrijden willen gaan winnen, wat we met elkaar nastreven, wat het raamwerk van het team zou zijn, hebben we uitgelegd aan Peter, hoe wij samen met Ruud ook bezig waren richting de toekomst. En nou ja, goed, daar was harmonie in de zin van hoe we daarna keken. En nou ja, die visies die beide hadden, die zaten heel dicht bij elkaar. En dan wordt het ook makkelijk om zo'n beslissing te maken. Jullie hebben een verleden met z'n drieën. Althans, jullie hebben beide met Peter gevoetbald. Heeft dat nog invloed gehad op deze uitkomst? Nee, dat kan ik nou ook weer niet zeggen. Maar aan de andere kant neem je wel mee de relaties die je met elkaar hebt gehad in het verleden. En dat maakt het wel makkelijker, want dan weet je wat voor persoon. Los van de coach en nou ja, en dat helpt altijd mee. Dus neem je het mee in het verhaal van oh, we hebben samengespeeld, dus dat moet. Nee, dat is niet het geval. Maar nogmaals, op het moment dat je goed met elkaar om bent gegaan in het verleden, dan maakt het wel heel wat makkelijker om zo'n stap te nemen. Ja. We hebben elkaar niet gesproken, al heel lang niet, maar dat is vaak in de voetballerij zo. Maar dat betekent
niet dat je elkaar vergeten bent. En ik kende beide. En vanuit de eerste gesprekken die we samen hadden, wat ik al zei, proefde ik de warmte en de absolute wil dat ze mij wilden hebben voor die job. En dat vond ik wel heel belangrijk. En ik zeg al, ik ken de mannen, ik weet hoe ze in elkaar steken en daar heb ik het volste vertrouwen in. Hoe is hij veranderd van speler tot trainer? Wat is Peter voor een persoon? Ja, weet ik eigenlijk niet of hij veranderd is, want ik ken Peter zeker toen wij speelden als een op en top professional die het maximale uit zijn carrière probeerde te halen. En die winnen hoog in het vaandel had staan en daar bijzonder ziek van kon zijn als hij niet won. Nou ja, ik denk niet dat dat veranderd is. Dat zie ik ook niet aan Peter, sowieso als tegenstanders toen we tegen elkaar hebben gespeeld. Maar nu ook weer de ideeën die hij heeft over voetbal en hoe hij dingen beleeft. En zoals ik hem als coach heb gezien bij de clubs waar hij heeft gewerkt. Ja, ik denk dat nog steeds dezelfde persoon en met dezelfde karakteristiek is. Goudel. Weer een goede voorzet van die Goudel. En Bos is het nu die zowaar nog in ontsnapping. Goed voor NAC lijkt de Pavij. 3-4. Het zijn die ballen die dan eigenlijk voor Van der Looij bestemd moeten zijn, maar die staat daar niet. Bos staat er wel en veegt hem zo in het doel. Hoe kijk je aan tegen PSV? Grote club. Grote spelers voortgebracht. Periodes het Nederlands voetbal gedomineerd. Maar zoals altijd, en dat geldt voor iedere club, ook periodes niet. En goed, het zou natuurlijk mooi zijn als ik de periode mag meemaken waarin we wel weer zouden gaan domineren. Dus daar gaan we alles aan doen. Ja. Je hebt wel een verleden om tegen PSV te spelen natuurlijk. Wat zijn die herinneringen als je daaraan denkt? Wisselend. Met Feyenoord, waar ik lang gevoetbald heb, goede ervaringen. Want daar haalden we meestal goede resultaten. Zoals wij hele slechte resultaten tegen Ajax haalden. En bij Ajax was het eigenlijk net weer andersom. Het jaar dat ik trainer was bij Ajax, hebben we misschien ook wel hier het kampioenschap verspeeld. En anders wel in Amsterdam, waar we gelijk speelden. Daar vond ik ons beter. Hier in Eindhoven, daar hadden we net de kwartfinale, wat ik me herinner, gespeeld tegen Schalke. In de Europa Cup met verlenging. En zijn wij toen verder gekomen en een paar dagen later moesten we hier in Eindhoven en toen werden we helemaal ondersteboven gespeeld. En daar, die wedstrijd verloren we terecht, daar was PSV veel beter. Dus in die zin wat wisselende ervaringen, maar altijd een geduchte tegenstander. En wat ik al in het begin zei, één van de grote clubs hier in Nederland. Newman, Popescu. Fraser, meegegeven aan Elleman. En het is een strafschop, zegt de scheidsrechter. Die bovendien geel trekt tegen deze Bos. Elleman is weg. Wordt hij alleen voor of binnen de lijnen ingehaald? Van speler naar trainer. Je hebt heel veel ervaring, een bak met ervaring. Hoe heb je jezelf zien groeien? Ja, ik zeg altijd van als ik mezelf niet meer ontwikkel, dan moet ik stoppen. Als ik denk van nou, ik weet het nu wel en er is niks nieuws meer, dan vind ik dat je als trainer moet stoppen. Maar ik heb het gevoel dat ik me nog bij iedere club en in ieder land waar ik geweest ben, iedere keer weer bijleer. Je bent nooit te oud om te leren, gelukkig niet. Dus eigenlijk ieder jaar ontwikkel je jezelf nog. Je leert nieuwe dingen bij. Als het gaat om tactieken, maar ook hoe je omgaat met een groep, hoe je met andere culturen omgaat. Daar heb ik ondertussen wel het een en ander in meegemaakt. Dus ja, ik denk dat we proberen gewoon steeds beter te worden. Ja. In het buitenland is natuurlijk heel anders voetballen. Wat heb je daar specifiek van meegenomen? Ja, iedere competitie is wel anders, hè. De Bundesliga is weer heel anders dan de Franse competitie. En dat beide hebben hun charmes, maar ook hun moeilijkheden. En met name ook hoe die spelersgroepen in elkaar zitten. De Duitsers zijn eigenlijk heel volgzaam. Daar hoef je minder op de discipline te hameren. En gaat het vooral om hoe je je ploeg wegzet. In Frankrijk was dat anders. Daar moest je wel degelijk op de discipline hameren. En wanneer die Fransen bij elkaar waren, was dat best moeilijk om die discipline te handhaven. Maar daar, die hadden weer enorme fysieke kwaliteiten. En ja, het zijn beide grote competities met volle stadions en mooi om te werken.
En hoe gaat de samenwerking eruit zien? Zoals het met alle andere coaches is, de manier waarop ik in ieder geval heel graag samenwerk met mensen is dat je dagelijks met elkaar in contact bent. En dat kan met de omgeving te maken hebben, dat kan met staf te maken hebben, dat kan met spelers te maken hebben. Ik moet in ieder geval zorgen, de coach is de belangrijkste persoon binnen je organisatie. En wij ondersteunen hem daarin om het maximale resultaat te gaan behalen met staf en groep. In het voetbal dat we graag willen spelen. Dat is mijn rol en ik moet zorgen dat die omgevingen gecreëerd worden zodat iedereen goed kan presteren. En dat daar gaan gesprekken, hoe meer je met elkaar in gesprek bent, hoe beter dat is. Ja, je hebt in ieder geval ook een staf meegenomen vanuit het buitenland. Kun je eens wat meer vertellen over je staf? Ja, ik werk eigenlijk al jaren met vaste mensen samen. Een ander iemand, Hendrik Kruse, is er helaas niet meer bij. Daar heb ik 23 jaar mee samengewerkt. Hendrik die natuurlijk een verleden hier bij PSV heeft. Maar die heeft afgelopen jaar besloten om weg te gaan in Frankrijk en terug te gaan naar Heracles, zijn club. Dus daar zit hij nu. En Terry Peters, dus meer de performance manager, die alles wat betrekking heeft op periodisering, krachttraining, voeding, noem het allemaal maar op. Daar is hij gespecialiseerd in. Terry die komt mee en Rob Maas, die natuurlijk ook een verleden bij PSV heeft, uit de jeugdopleiding komt, die ik al jaren ken. Leren kennen bij Feyenoord, daar hebben we samen gevoetbald. Ik heb hem vervolgens, toen ik trainer was bij Heracles, als speler teruggehaald naar Nederland. Is hij mijn speler weer geweest. En Mo Allag heeft hem naar Vitesse als assistenttrainer van mij gehaald. Dus Rob en ik, wij hebben al een heel, heel lang verleden. Ja, dan ga je nu samen de transferwindow in. Die ligt open, daar moet van alles gebeuren. Wat wil jij? Wat voor type spelers wil je bijvoorbeeld? Spelers waar je mee kan winnen. Dat is waar het om gaat. En nou goed, wat dat betreft, Marcel is zelf technisch directeur geweest, nu algemeen directeur. Ernest, ook ongelooflijk veel ervaring. Dus ik denk, wanneer wij ons drieën daar neerzetten en zij vanuit de scouting mij vertellen wat daar allemaal staat en wat er vanuit de jeugd aankomt, dan moet je niet vergeten. Ik vind het altijd belangrijk dat je plek open houdt voor je eigen jeugd. En die jongens moeten de kans krijgen. Dan moet je niet een te grote selectie hebben, want dan wordt het moeilijker om jeugd in te passen. Nou goed, daar gaan wij met elkaar de komende weken over stoeien om wanneer de voorbereiding gaat beginnen een goede selectie te hebben staan. Peter Bos tekent bij PSV een contract voor een periode van 3 jaar. Een periode waarin hij succesvol wil zijn, prijzen wil pakken en herkenbaar en goed voetbal op de mat wil leggen. Bos speelt met zijn teams graag naar voren, maar wel vanuit een solide basis van achteruit. Ik denk dat ik de meeste tijd, wanneer ik trainer ben, besteed aan het goed wegzetten van de verdediging. Want je kan namelijk niet aanvallen als je je verdediging niet goed georganiseerd hebt. Maar als je in Nederland eenmaal zo'n stempel krijgt, dan kom je er heel moeilijk vanaf. En de enige manier om er vanaf te komen is weinig doelpunten tegenkrijgen en dat goed organiseren. Dus dat gaan we proberen te doen. Dus ik denk dat je het vooral moet zoeken in hoe gaan we dat organiseren, die verdediging. En natuurlijk heb je daar bepaalde kwaliteiten bij nodig. En daar zijn we met de beide mannen over in gesprek. Met Ruud zijn we een bepaald traject ingegaan, hebben we gesproken over wat we richting volgend jaar zouden gaan doen. Nou, die gesprekken hebben we natuurlijk ook met Peter nu gehad. En nu is het de zaak om dat in te gaan vullen. En het is altijd belangrijk om eerst je coach binnen te hebben. Want alle spelers zullen daarna vragen op het moment dat we gesprekken. En we hebben inmiddels al een aantal gesprekken gehad. Maar die vragen er ook allemaal naar, wat heel begrijpelijk is. Dus één, de coaches binnenhalen, dat is bijzonder belangrijk. En dan de aansprekende naam van Peter zal mijn baan ook een stukje makkelijker maken naar de toekomst toe. En de gesprekken die ik moet gaan voeren met management en met spelers als het gaat om het binnenhalen van spelers. En wat zijn de speerpunten voor komend seizoen? Nou, ik denk heel simpel is dat we graag kampioen willen worden, punt. Dat is het allerbelangrijkste en dan volgt de rest allemaal vanzelf. Dan heb je Champions League en alle zaken die er zijn, maar kampioen worden, dat is waar we gaan. En waar liggen dan de uitdagingen voor komend seizoen? Dat je de juiste spelers binnen je selectie hebt. En er zijn echt ook nu al een aantal jongens die dat uitstekend kunnen. Natuurlijk zullen wij wat hoger op het veld komen te staan dan dat men wellicht de afgelopen jaren gewend is geweest. Maar ik weet zeker dat ook deze jongens dat kunnen.
Het is moeilijker, omdat je met veel ruimte in je rug gaat verdedigen. Maar het is zeker mogelijk. Maar vaak, en dat vergeten mensen, ligt dat niet alleen aan je verdedigers. Wanneer jouw aanval niet goed druk zet, komen de problemen bij je verdediging. Als je middenvelders niet meelopen en niet goed druk zetten, kom je in de problemen achterop. Dus het is altijd een samenspel van het hele team. Je zit er al helemaal in, hè? Ik heb acht maanden de tijd ervoor gehad, dus de energie is er wel. Maak je niet druk. Heel goed, die energie hebben we nodig, want het gaat snel beginnen. Trainingskamp komt eraan, Johan Cruijffschaal komt eraan, de voorronde van de Champions League komt eraan. Waar heb je allemaal zin in komend seizoen? Ja, in alles. Dat is het mooie. Aan het begin van het seizoen doe je overal nog in mee en dat moeten we zo lang mogelijk blijven doen. Dus als je na de winter nog in alle toernooien actief bent, dan heb je het in het begin goed gedaan. Maar je zei zelf al, het begint snel weer, dus we moeten zorgen dat we snel er klaar worden. Ja? Ja, mooi. Geweldig. Toch? Mooi. Thank you so much, sir. Thank appreciate you. It. I have to thank you.